Videotheken zijn tegenwoordig zeldzaam. Nijmegen had er ooit meer dan 15, maar vanaf juni sluit de laatste haar deuren. Videotheek Hollywood heeft het lang volgehouden. Maar waarom sluit het bedrijf juist nu? Omdat we iets anders zijn begonnen vorig jaar. En dat heeft ondertussen dermate omzet opgeleverd dat wij daarmee verder kunnen. Dat heeft wel toekomst. En de videotheek wordt steeds lastiger. Ik denk dat het ligt doordat wij altijd in de breedte geïnvesteerd hebben in ons product. We hebben heel veel genres echt heel breed staan. Zodat er voor iedereen wat wils is. Omdat we ook de ruimte ervoor hebben. Ja, dat is digitaal. Dat is het nieuwe tijdperk, zeg maar. Dat is legaal is gewoon een legaal alternatief. Maar illegaal is natuurlijk ook heel veel gebeurd. En nog steeds. En dat is voor ons natuurlijk niet leuk. Dat is wel jammer. Maar goed, Netflix is goedkoop. Maar daarnaast is dat wel een beperkt aanbod dat ze hebben. Ze hebben 700-800 films staan. En die zijn minimaal een jaar oud. De meesten vinden het echt heel erg jammer. Maar aan de andere kant kunnen nu wel voor heel weinig geld hun collectie aanvullen. En je ziet het, het is druk. Ja, goed, dat is altijd dubbel natuurlijk. Maar goed, aan de andere kant, we hebben besloten om afscheid te nemen. Dus dan is het, dat is jammer. Maar goed, we gaan verder. De beste films en cd's zijn te huur bij Hollywood. Videotheek Hollywood.